Het is vrijdag 21 april. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Uitstoot van Genix door chemiebedrijf Chemours in Dordrecht moet fors naar beneden, zegt de provincie. Maassluis sluit peuterclub De Vlinder van het Leger des Heils. En ruim baan voor foodtrucks in Rotterdam. En hier alvast kort het weer, Ed Aldus. Zaterdag is een prima dag, maar wel fris hoor voor eind april. Temperaturen komen niet hoger uit dan slechts 10 of 11 graden. Een wisselende bewolking, dus ook wel wat zonnige momenten. Het blijft voor de rest overal droog en de wind waait matig, ja, uit die frisse noordwesthoek. Graag tot zometeen. Het Dordtse chemiebedrijf Chemours moet de uitstoot van de omstreden stof Genix fors beperken. Dat heeft de provincie Zuid-Holland vastgelegd in de nieuwe vergunning voor de fabriek. De afgelopen week ontstond veel onrust omdat de stof ook in het drinkwater terechtkomt. Chemours loost Genix op de Merwede, maar Oasen haalt daaruit drinkwater voor diverse plaatsen in Zuid-Holland. De stof is erg moeilijk uit het rivierwater te filteren. En daarom heeft de provincie nu besloten om de vergunning van Chemours flink aan te scherpen. Nou, de veiligheid staat voor ons als provincie voorop. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich zorgen maken over de uitstoot van het bedrijf. En wat we nu doen is dat we het bedrijf flink verminderen in die uitstoot, omdat we het zekere voor het onzekere willen nemen. De lozing op de rivier moet terug van ruim 6000 naar 2000 kilo per jaar. En dat is nog altijd meer dan nul, waaronder meer drinkwaterbedrijf Oasen omvroeg. Nou, 2000 kilo is wat ons is geadviseerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daardoor blijft het drinkwater veilig. Als we nu zouden zeggen we verbieden het, dan hebben we eigenlijk een hele lastige zaak bij de rechter, denken wij, als het bij de rechter zou komen te liggen. Dus wij moeten ons wel houden aan wet en regelgeving. En deze stof is Europees en nationaal nog niet verboden. Daar vinden nog onderzoeken over plaats, maar we nemen nu wel het zekere voor het onzekere. Chemours kan binnen 6 weken de forse beperking in de vergunning bij de rechter aanvechten. Maar het bedrijf wil nog niet zeggen of ze dat ook doet. Chemours streeft voortdurend naar vermindering van uitstoot. Daarom ook dat wij vanaf juli met een proefinstallatie gaan onderzoeken hoe we die uitstoot verder kunnen terugbrengen. De proef moet nog deze zomer beginnen en het resultaat wordt eind dit jaar duidelijk. Grote vraag is dus of op deze manier de beperkte lozingsnorm wordt gehaald. Het is te vroeg om daarover nu een uitspraak te doen. Wat wij wel gaan doen is de vergunningwijziging, waar wij zelf ook het initiatief tot genomen hebben, om die mee te nemen met de inzichten die nu door de provincie zijn neergelegd. De laatste dag voor peuterclub De Vlinder in Maassluis. De speelclub van het Leger des Heils moet op last van de gemeente sluiten. Het zou oneerlijke concurrentie zijn voor de reguliere kinderopvang. 3 ochtenden per week waren peuters welkom op de club bij het Leger des Heils in Maassluis. De dochters van Kimberly van Puijenbroek zijn er kind aan huis. Maar vandaag is de laatste keer. Op last van de gemeente moet de peuterclub sluiten, omdat deze volgens de nieuwe wet onder kinderopvang valt. Er is een controle geweest en het is heel jammer. Maar daar moet aan de wet worden voldaan, zeker als het om kinderen gaat. De club werkt met vrijwilligers en kost maar 4 euro per keer. En volgens de gemeente is dat oneerlijke concurrentie. Daar heeft de club begrip voor. Maar vanuit het andere oogpunt, er zijn zoveel ouders die peuterspeelzaal en kinderopvang niet kunnen betalen. En die op deze manier toch 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken soms hun kind naar een plek kunnen brengen waar ze wel iets van sociale vaardigheden meekrijgen. Maar zijn het ook die ouders die hier gebruik van maken? Mensen die de andere opvang eigenlijk zich niet kunnen veroorloven? Deels. En deels gewoon omdat wij een hele christelijke signatuur hebben. En ouders dat graag ook aan hun kind mee willen geven. Kimberly helpt regelmatig mee op de club. Ze heeft geen werk en kan daarom geen crash of peuterspeelzaal betalen. En waarom vind je het belangrijk dat je je dochters hier af en toe kunt brengen? Ik merk dat ze daar gewoon echt plezier aan hebben. Spelen met de andere kinderen en aangezien je al snel thuis zit, hebben ze niet zo snel contacten. En hier hebben ze heel wat contacten opgebouwd. Ik heb zelf ook contacten hier opgebouwd. Maar ja, nou moet het gaan stoppen. Wat vind je daarvan? Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het echt heel jammer. Het Leger des Heils wil nu modemiddagen voor moeders starten, waarbij de kinderen dan alsnog samen kunnen spelen. Zo omzeilen ze de wet. En morgen is er een groot feest om afscheid te nemen van de peuterclub. Het is wel een beetje pijn in het hart, of niet? Ja, zeker. Ja. Als je zo ziet hoe mooi het is. En straks ook de leerlingen van de Rotterdamse Visioschool leven zich uit tijdens de Koningsspelen. We zingen! We zingen! Alle
Foodtrucks mogen vanaf vandaag op verschillende plekken in Rotterdam hun voedsel aanbieden. De gemeente heeft daarmee een einde gemaakt aan het strenge kraampjesbeleid in de stad. Ik maak tandoori chicken. Het is niet helemaal barbecue. Het is klaargemaakt in een tandoor. Dat is een traditionele Indiaanse of Pakistaanse oven. Dit zijn ze dan, de hippe foodtrucks die je normaal zou verwachten op festivals. Maar vandaag staan ze in Wijkpark Oude Westen. Voor een pilot van de gemeente Rotterdam mogen de eettentjes onder andere daar hun klanten bedienen. En daar zijn ze blij mee. Ik denk dat dit een hele mooie kans is om foodtrucks op te schalen. Om te laten zien dat ze ook echt deel van het straatbeeld kunnen zijn in Nederland. En dat dat toch binnen de Nederlandse manier van netjes en schoon en geregeld kan. En dat je dan toch modern als stad mee kan komen door ze wel een plek te geven in je stad. Want dat het vooral netjes moet blijven is voor de gemeente belangrijk. In het verleden werden eettentjes zoveel mogelijk geweerd uit het centrum. Omdat dit een verrommeling zou geven. Met de nieuwe regelgeving slaat de wethouder dus een andere weg in. Een foodtruck is nu juist iets wat de ene dag hier staat en de andere dag daar. En samen met de coördinator die echt verstand heeft van foodtrucks zijn we gekomen tot het experiment van een jaar wat vandaag start. Kijk, in essentie komt er natuurlijk nog steeds gewoon eten uit, is het mobiele catering. Wij letten heel erg op de uitstraling van de wagen, we letten op de kwaliteit van het eten, we letten op hoe blij de mensen die er iets bestellen zijn, maar ook gewoon de omwonenden, iedereen die langsloopt. Ja. En de mensen die langslopen hebben nu de keuze uit de gevestigde horeca en de foodtrucks. Maar Tim de Visser ziet zich niet als concurrent. Wij programmeren zo dat het niet hetzelfde is. Dus wij letten wel heel erg op dat het aanbod niet verstorend werkt, maar gewoon meer net zoals je ook altijd heel veel garages naast elkaar ziet zitten, dat het juist aantrekt. Koninklijke Horeca Nederland kan nog niet zeggen of ze voor of tegen zijn. Ze geven aan eerst te willen kijken hoe de pilot verloopt. De klapstoeltjes, de Rummy Cup en de boodschapjes zijn weer in de caravan geladen. De meivakantie kan beginnen. Maar is die caravan wel technisch in orde? En is die niet te zwaar beladen? Bij de Harmsebrug tussen Rozenburg en Brielen controleert de politie vandaag alle sleurhutten. En daar is onze verslaggever Mirjam de Witte bij geweest. Mirjam, die controles die doen ze al jaren. Schrijven ze nou veel boetes uit? Nou, we staan hier nu sinds 2:30 en het rijdt echt af en aan. Kijk, er komt nu ook weer iets op de matten liggen. Daar gaan ze de wagens wegen en ze kijken ook of de aanhanger wel goed aangekoppeld is. Ze kijken ook of de rijbewijzen wel in orde zijn. En het gaat niet alleen om caravans, het gaat natuurlijk ook om campers en om auto's met aanhangers. Nou, heel veel politie ook hier op de been. Een van hen is Rien Buescher, die doet het al bijna 10 jaar, die controles. En die zag wel dat er vakantiegangers waren die het wel heel bont maakten. Begin van het seizoen nemen mensen van alles mee, die gaan soms naar een jaarplek toe, die laden de caravan af tot net onder het dak. En dan bovenop kan nog net de frituurpan. Dus dat soort dingen kom je ook tegen. Maar helemaal vol, heel die caravan vol? Helemaal vol. Als je de deur opentrekt, dan komt alles over je voeten en moet je naar achteren stappen, want alles valt eruit. Wat moest er toen gebeuren met al die spullen? Die meneer is 2 keer opnieuw heen en weer gereden. Die heeft eerst alles uitgeladen, totdat hij op goed gewicht was. Nou, dan blijkt dus dat meer dan de helft gewoon er buiten stond. En die is 3 keer naar een Nessa heen en weer gereden, die meneer. En heb jij zelf al veel wantoestanden gezien daar? Nee, zo gek als Rien het net vertelt heb ik het gelukkig nog niet gezien. Maar de eerste controle was wel gelijk raak. Dat was een Duitser met een scheepje daarachter. Die mocht echt niet meer doorrijden, want die had niet het goede rijbewijs voor zo'n zwaar voertuig. Het is dus ook zo dat hij dus nog een hele tijd hier moest blijven staan, want er moest iemand komen met het goede rijbewijs. En dat betekende dat voor die mensen de vakantie iets duurder is begonnen en ook wat later. Dankjewel, Mirjam de Witte. Dan de sport bij Feyenoord. Is bijna iedereen fit voor die uitwedstrijd bij Vitesse. Dennis van Eersel, vertel mij eens, gaat dat ervoor zorgen dat er nou wel gewonnen wordt in Arnhem? Ja, want dat gebeurde een paar maanden geleden niet. In januari de bekerwedstrijd, want daar doe je op. En het Gelredoom verloor Feyenoord met 2-0. Einde bekeravontuur. Nu zijn die wedstrijden natuurlijk niet helemaal te vergelijken. Het is een cliché. Elke wedstrijd staat op zichzelf. Maar Feyenoord miste toen 2 belangrijke sterkhouders op het middenveld. Geen El Amadi toen, geen Vilena toen. Die zullen er zondag wel bij zijn. In die periode natuurlijk het missen van Karim en van Tony. Dus dat is anders dan het nu is. Ik denk dat we als team ook anders zijn.
in een andere fase van de competitie. Dat scheelt wel met de bekerwedstrijd. Zijn er voor de rest nog dingen uit die wedstrijd die je dan hebt aangehaald deze week of niet? Nou, een aantal dingen, maar meer kijkend naar het moment waar Vitesse in zit en niet naar de wedstrijd een aantal maanden geleden. Natuurlijk, de wedstrijd wel teruggekeken uiteraard, maar uiteindelijk is Vitesse nu ook een ander team. Nou, zondag 2:30 zijn we er natuurlijk live bij Vitesse Feyenoord op Radio Rijnmond. We doen het wel een beetje anders dan normaal, omdat tegelijkertijd ook Sparta ADO Den Haag is. Ruud van Os zit op het kasteel om verslag te doen, gaan we veelvuldig naartoe. En ja, ik zit zelf alleen in Arnhem vanwege het trieste nieuws rondom collega Sinclair Bisschop, hè, die zijn enkel en zijn kuitbeen heeft gebroken. En dus even in de lappenmat zit. Ook vanaf deze plek sterkte. Ja, tijdens het voetballen, dat blijkt maar weer. Sport is ongezond. Zullen we kijken of dat ook geldt voor de mannen van FC Rijnmond? Na het nieuws krijg je daar weer een verse aflevering van. Hartstikke fit. Wat hebben we het nou over? Weet je, kijk, ze hebben niks gebroken. We zitten hier gewoon. Kijk, we zitten wel vast op deze kruk. We kunnen niet meer bewegen, dat we niet meer eraf vallen. Maar voor de rest is sport heel gezond. Dat zie je toch, Chantal? Hey, en waar gaat het eigenlijk over vandaag, Etienne? We hebben over Feyenoord de titelkans natuurlijk en uitgebreid over Dordrecht. Speelt een hele belangrijke wedstrijd vanavond tegen Achilles. We hebben vaak niet heel veel tijd over voor Dordrecht, maar vanavond uitgebreid gaan we het erover hebben. En natuurlijk de strijd onderin in de Eredivisie. Sparta en Excelsior zijn nog niet veilig. Gaan ze dat misschien dit weekend een eerste stap daartoe zetten? Dat zometeen in FC Rijnmond. En op de laatste dag voor de meivakantie was het op de basisscholen weer tijd voor de Koningsspelen. De sport- en speldag die Willem-Alexander in het leven riep toen hij koning werd. Ook voor de blinde en slechtziende leerlingen van de Visio-school in Rotterdam waren er spelen. Georganiseerd in de tuin van het oogziekenhuis. Naar rechts, dan naar rechts, doe het zo, ook die dood. De Koningsspelen bestaan 5 jaar. Onze koning is 5 jaar onze koning. Vandaar 5-jarig jubileum. En we dachten, daar willen we iets speciaals mee. Toen zijn we gaan zoeken en toen vonden we de tuin van het oogziekenhuis heel geschikt voor deze spelen. Zomaar links, ja wat is het ook hier. De kinderen komen hier wel vaker voor naar de oogarts en dat is toch een beetje spannend en dat vinden ze meestal niet zo leuk. En op deze manier komen ze op een hele leuke manier bij ons binnen. Dat ze een keer een goede ervaring hebben, een fijne ervaring. Ja, dat ze een keer op een leuke manier bij ons ziekenhuis komen. En hier iets leuks doen in plaats van in de wachtkamer zitten om naar de arts te gaan. Ik ben hier natuurlijk wel eens geweest, maar ja, dat is natuurlijk heel anders normaal. Ja, want normaal ben je hier om een minder leuke reden eigenlijk, hè? Ja, naar de dokter. Dat is wel leuk, maar aan de andere kant is het ook wel weer niet zo fijn, want op school weet ik super goed de weg. Ja, nu is het toch een beetje spannend allemaal. Ja, niet als je super veel opstapjes en afstapjes en zo. En dan, ja. We gaan door, niet naar voren, jij hoeft je ook. Er zijn daar ook veel scholen geweest die dit jaar hebben gezegd van we beginnen niet meer aan die organisatie van die Koningsspelen. Nou, de kinderen zijn er dol op. Die vinden het zo ontzettend leuk. Dus we houden het er gewoon in. Willem-Alexander vindt het heel belangrijk dat je heel sportief moet blijven en fit moet blijven. Daarom doen wij de Koningsspelen. Ja. Vind je dat zelf ook belangrijk? Ja. En we zingen allemaal Otido. Dat was het. Meer nieuws vindt u op Rijnmond.nl en in de app. En nog een heel fijn weekend alvast.